Joshua en Stefan. Ja, goed. Stel, je hebt een wat boetes openstaan. Ja. Dan schijnt daar, dat wist ik nog niet, maar er schijnt dat je daar geen betalingsregeling voor kan treffen om het in termijnen af te betalen. Dat is toch gek? Ja, en mocht dat te lang doorgaan, dan wordt er met hele harde hand wordt er ingegrepen. Ja. Iemand die dat recentelijk nog aan de lijf heeft ondervonden, dat is vriend van de show Peter Nuniga van Oud-Utopiaan. Peter, goedenavond. Ja, een hele goede avond Joshua en Stefan volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja. Hi. Heel goed. Goed onthouden. Goedenavond. Ik heb het een beetje koud eigenlijk, want ik was aan het lopen en ik zou een visite bij iemand en dan sta ik in de regen. Sta ik aan te bellen en ik word kletsnat. Je staat nou buiten in de regen ergens. Ja, ik sta nog steeds aan te bellen, maar ze kunnen niet helpen. Oh, ja. Nou dan proberen wij er nu even een warm gesprek van te maken dan. Heerlijk. Ja. Ja, allereerst, hoe is het met jou? Ja, stabiel. Redelijk stabiel. Ja, ik heb natuurlijk een hectische periode gehad van 18 dagen. Ja, zoals iedereen het heeft meegekregen, natuurlijk 18 dagen vastgezeten in Lelystad. Ja. In Lelystad was dat? Ja, dat was in Lelystad. Hoe is dat gegaan? Waar was je en... Nou, het kwam zo. Ik lag eigenlijk lekker te slapen zaterdagochtend. En ik hoor in één keer een aantal auto's voor de deur. Ik denk, ik mag wel eens naar buiten kijken. En er stonden een aantal politieauto's en zo. En toen zeiden ze, meneer Nuniga, u mag de deur even openmaken. Ze zei, nou ben je gek, ik zit hier veel stoerder dan jullie mezelf openbreken. Ja. Je hebt dan meteen zo'n Hollywoodfilm voor je. Ja, ik denk, laten we het dan ook maar goed doen. Nee, maar goed, ja fijn, ik denk, laten we de heren maar even open doen. Ja. Dus ja, ik wist dat dit boven mijn hoofd hing uiteraard. En dan moet je ondergaan en ik hoorde jullie intro al, want het is niet mogelijk om een betalingsregeling te treffen bij het CEIB. En heel veel mensen zeggen, hoe bestaat dat? Dat is wel waar, dat is niet waar, want voor verkeersovertredingen kan je dus wel een regeling treffen, hè? Bellen, geen gordel, maar niet voor verkeersboetes. Dat gaat niet, daar kan je geen regeling voor treffen, jij een hoge uitzondering met tussenkomst van een advocaat. Maar je bent als het ware in gijzeling gehouden? In gijzeling, ja. Dat heet de gijzeling, heet dat. En je wordt dan zeg maar per verkeersboete word je voor de duur van maximaal 7 dagen word je ingesloten. Oké, ja, maar ik lees hier inderdaad staan maximaal 7 dagen, maar dat is dus per verkeersboete. Per verkeersboete. En ik had er 7, dus ik moest eigenlijk tot en met 25 mei moest ik eigenlijk uitzitten. Zo. Waarvan ook nog 2 parkeerboetes waren van iemand die ik ooit eens een keer in het verleden heb uit de brand geholpen. Ik zei, joh, dan kan jij je bedrijfje starten, ik neem die auto op naam. Mm-hmm. Nou, ik had hem al eens een keer gezegd van, joh, ik heb 2 parkeerboetes van je. Nou, dat heeft hij netjes, heeft hij er 1 van betaald toen ik daar vast zat. De 2e was ik het uitzitten. Ja, en goed, de advocaat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik toch een betalingsregeling kon treffen bij het CEIB. En zodoende mocht ik iets eerder naar huis als gepland. Zo. Woede? Woede? Nee, helemaal geen woede. Nee hoor, nee. Ik ben altijd een optimist. Dat komt allemaal wel weer goed. Nou, dat is natuurlijk ook een hele mooie kant die we van jou kennen. Maar het borrelt bij jou wel dusdanig dat jij nou actie gaat ondernemen. Ja, dat klopt. Ik ga inderdaad actie ondernemen. Ik heb ook een Facebookpagina opgericht. Dat is dus facebook.com, even reclame maken, / stop het CEIB. Wat ik daar dus ook duidelijk wil maken, is eigenlijk niet dat ik onder mijn verkeersboetes wil uitkomen. Maar ik wil graag dat het CEIB, want het is het enige incassobureau in Nederland wat geen betalingsregelingen hanteert. Ja. Dat die dat eens gaan hanteren. En dat ze misschien eens kunnen gaan kijken van, misschien kunnen we boetes inkomens afhankelijk gaan maken. En daarvoor heb ik die actie opgezet. Daarvoor is ook de Telegraaf gisteren naar Sneek gekomen. Die heeft mij geïnterviewd. Dat is morgen allemaal te zien op detelegraaf.tv. En ik hoop dat de actie zin heeft. De likes gaan goed. Ik zit al over de 500 likes. 525, Peter, zie ik hier voor me. Het gaat echt goed. En dat waren er gisteren, toen ik had jou gisteren even contact met je opgenomen. Toen waren dat er nog 359. Dus je zit behoorlijk in de lift. Moet je nagaan, dat is hartstikke mooi. Nee, ik denk dat ik straks een flesje bier erop open ga trekken. Ja. Heb je goed. Zeker goed. Ja. Maar even duidelijk, jij neemt... Wacht even, snel. Ik ben heel even naar de auto. Ja. Want ik moet even mijn parkeerkaartje bijvullen. Wacht even, ga verder. Ja, nou ja, goed, jij kan er gelukkig wel een beetje de spot mee drijven. Maar wat ik wou vragen, dat weet ik nou eigenlijk niet meer. Ik had een vraagje, maar... wat jij dus eigenlijk wil zeggen, is dat jij neemt wel gewoon de schuld op je met de boetes. Dat staat buiten kijf, dat is je eigen fout. Tuurlijk. Die wil je betalen, maar het gaat gewoon niet als de portemonnee er niet naar staat. Nou,
Nou, dat is eigenlijk wat ik dus kenbaar wil maken. Ja. Er zijn heel veel mensen in deze economische crisis die worden op straat gezet. Ja, door bedrijven die bijvoorbeeld, ik zelf in mijn eigen situatie, is er ook iemand die is na 13 jaar gewoon op straat komen te staan. Ja. En ja, die krijgt, dan word je een WW-uitkering wordt je toegekend. Ja, en dan stel je het aan nog een verkeersboete van 300-500 euro. Ja, hoe kan je dat in één keer betalen? Er zijn ook mensen die willen wel betalen, of die willen wel werken, maar die kunnen niet werken door gezondheidsredenen. Ja. Zit thuis. Ja, kom op, weet je. Geef die mensen de kans om die bekeuringen te kunnen betalen. Ja, precies. Beter iets in stappen dan helemaal niks natuurlijk. Nou, dat bedoel ik. Want als je nagaat, de staat, elke gevangene die daar zit, een verkeersboete uitzit, kost de staat tussen de 175 en 203 euro per dag per gevangene. Ja. Dan is het toch veel voordeliger om eigenlijk een betalingsregeling te treffen. Maar zal het niet een signaal zijn dat ze willen uitschalen? Jij bent nou natuurlijk, omdat je toch een bekende Nederlander nu bent, is het dan toch dat ze zoiets hebben van, jongens, kijk, zelfs Peter, iedereen kent hem. Nou jongens, kijk wat er gebeurt. Is het niet ook een soort waarschuwing naar de rest van Nederland? Dat denk ik niet, want ze hebben één keer per jaar hebben ze gewoon zo'n actie. In dat weekend dat ik zeg maar ook werd gearresteerd, toen hebben ze 400 mensen hebben ze opgelicht, zeg maar, in het hele noorden, Groningen, Friesland, Drenthe. Dus het is gewoon een actie. Dat doen ze één keer in het jaar, doen ze dat zo eens een keer. En er worden ongeveer, of een paar keer per jaar geloof ik, en er worden ongeveer 60.000 mensen worden in detentie gezet per jaar. Zou dat er ook iets mee te maken hebben dat jij wat bekender bent? Dat ze jou dan eerder laten... Ja, ik denk dat ze dat als voorbeeld naar buiten dragen misschien. Ja. Ik heb geen idee, maar ik denk gewoon... Het komt wel gelijk in de media. Maar ik ben niks meer dan de rest. En ik ben ook gewoon een hele nuchtere jongen. Ja. En ik hoor gewoon net zoals bij de andere boete niet betalen. Dus ook mij pakken ze gewoon op. Maar het kan milder. Ja. Je ligt onder een vergrootglas. Ja, inderdaad. Als ik wat doe, dan staat dat inderdaad direct in de krant. En daar moet je even aan wennen, dat is even wat anders. Ja. Zat je niet in gevangenis en je denkt van, oh jongens, heel Nederland weet nu dat ik hier zit? Ja, nou dat was grappig, want ik kwam daar de gevangenis binnen. En toen was daar een mevrouw en heel veel bewaarders. Ja, en je moet ook letterlijk gewoon in je blote kont. Hè. Ze kijken ook echt in je billen of je niks meer mee wil smokkelen. Ik zeg, nou, ik zit hier voor een boete hoor. Ik zeg, ik weet niet. Maar goed, ja, inderdaad. Het is wel even bizar dat er door een aantal bewaarders in je pipje wordt gekeken. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Maar goed, er waren ook een aantal mensen, ja, die kenden mij van Utopia. Dus ja, dat ging al heel snel rond daar in die gevangenis. Ja. Ja. Dus ik mocht van iedereen wel checkjes draaien. Ik mocht, Maar het was ook wel een paar privileges daar. Ja, ik kreeg van de gevangen een paar plakjes ham extra. Dat was wel leuk. Ja, maar het was vrij kort na ons gesprek dat het eigenlijk gebeurde. Maar ik las ook gelijk dat er acties werden gestart binnen Utopia ook. Ja, ik heb het ook meegekregen. Ja, vooral Jimmy, die heeft een actie opgestart inderdaad. Hartstikke lief van die jongen. Ja, ja. En daar was ik natuurlijk helemaal niet van op de hoogte. En ik begreep via Telegraaf dat er al 203 euro was opgehaald. Nou, ik wil die mensen allemaal hartelijk bedanken hoor, die mij hebben geholpen en hebben gesteund. Ja, fantastisch. Het geld is echt er nooit bij mij aangekomen, want Jimmy heeft de actie vroegtijdig gestopt, om bepaalde redenen. Maar goed, dat hindert niet. Maar goed, het principe is goed, ja, inderdaad. Ja, maar... bij deze nogal hartelijk bedankt voor al die mensen. Super lief. Ja, nou, super. Buiten de straf die je nou 3 weken hebt uitgezeten, moet je hem nog steeds gewoon betalen, het volledige bedrag. Ja, ik moet nog gewoon betalen, net als iedere andere. Dus ik betaal het ook netjes. Ik heb een betalingsregeling getroffen per maand. Dat heeft de advocaat geregeld. Ja, eigenlijk moet ik alleen nu gewoon zorgen dat er natuurlijk centjes op de plank komen. Ja. Dus ik ben vanmiddag met rozen langs de deur gegaan om wat rozen te proberen te verkopen. Mm-hmm. In het geval van Moederdag natuurlijk, hè, in het kader van Moederdag. En want als ik dat niet betaal de komende maand, ik heb nog 2,5 week... Ja, daar staan ze hier natuurlijk weer met 8 man voor de stoep om mij op te halen. En daar zit ik niet op te wachten. Nee, inderdaad, ja. Ben je daar een beetje bang voor? Of zie je het... Nee, ik ga het gewoon redden. En ik ga gewoon netjes per maand dat betalen. Dus alleen het nadeel is, je komt gewoon heel erg moeilijk aan het werk momenteel. Ja. En dat heeft te maken met je Google-resultaten. Dat is een beetje jammer. Ja, inderdaad. Ja. Dus als jullie nog een leuk baantje voor me hebben, dan... ik zal eens eventjes rondbellen en mijn oren en ogen open houden en dan hou ik jou daarmee op de hoogte. En voor degene die luistert, die nog tips hebben, stuur even een berichtje naar onze Facebookpagina. En dan hoor je dat ook van ons. Ja, en dat sturen wij dan door naar Peter. Nog één keer de Facebook? Nog één keer de Facebook, dat is facebook.com/stophetcjib.
Top, wij gaan het straks nog een keer een tweede uur herhalen. En wij willen jou hartstikke bedanken voor het gesprek. En we zullen hem ook even delen op onze Facebookpagina. Ja. Nou, helemaal top jongens, helemaal top. Ja? Helemaal top. Hey, okay. ik ben ook nog een sleutel van mijn auto kwijt. Dus ik word helemaal nat, dus ik ga gauw hangen. Ja, dat is goed. Ik app straks nog wel even naar je of alles goed is gegaan. Ja? Helemaal goed jongens, heel veel succes hè. Oké, dankjewel. Doei. Zo. Even ophangen, even netjes ophangen. Oké. Zo, dat was toch wel. Nou weten we het allemaal een beetje hoe de volk in de stil zit. Ja, precies. Maar ik was nogal verbaasd na ons eerste gesprek dat we gehad hadden. Een korte week daarna, of twee weken daarna, toen hoorden we in één keer dat verhaal dat die dus opgepakt was. Hè? Ja. Ja, en ik schrok daar toch wel een beetje. Ja, ik ook. Ik vond het heel, heel bizar ook. En je gaat natuurlijk meteen aan de ergste dingen denken. Maar jongens, kom op. Ja. Het zijn parkeerboetes. Ja, precies. Heb een beetje sympathie voor de medemens die het niet allemaal kan betalen. Precies, je bent nog geen crimineel, toch? Nee, zo word je als je zo behandeld. Zo word je echt wel behandeld. Ze kijken zelfs in je poepert als je de gevangenis binnenkomt. Ja. Afijn, dit is Calvin Harris met Summer. When I met you in the summer, so my heartbeat sound.